Ik weet, de Vos heet die vrouw. De Vos? Ja, die heeft haar winkel die gehad. Ja. Oh, in de Halmstraat. In de Halmstraat. Ik denk het wel, ik weet niet of ik er een foto van heb. Er staat er een foto van. Ja. De winkel. Aha. Ja? 1955. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Ik krijg er wel een hele hand. Ik heb gewoon een hele hand vol met mijn vellen pakken. Ben je er even Liebels? Nog steeds. Woon jij in Zwanenveld? Ja. Of in Beuningen? Ja, oh, dan heb jij contact met Van Lennep. Ja, dat is hij. Ik heb jouw zuster gebeld, Sanne of zoiets. Ja, die had wel zo. Nee, maar ik wist niet dat jij er even Liebels was. Ja. Daar, ik ken jou, maar niet van naam. Want jij hebt twee broers volgens mij in Beuningen wonen. Ja. Omdat wij vinden dat jullie zoveel voor de wijk doen. En ik weet zelf van vroeger uit hoe het al moeilijk is. Maar de Willemskwartier is een wijk, laten we eerlijk zijn, een beetje een multiculturele samenleving. Maar ik vind het erg knap dat jullie dat voor elkaar krijgen en dat jullie de sfeer en de harmonie in de wijk zo vasthouden. Hallo allemaal, goedemiddag allemaal. De nachtburgemeester van Nijmegen is hier, Doren Krol, dat ben ik dus. Dit is mijn nachtschouw. Joop zei tegen mij vorige week, Doren, je moet mee naar Willemskwartier. Want Willemskwartier heeft een reunie en heeft mooie foto's hangen van de afgelopen jaren. En Joop is mijn nachtschouw, die ken ik eigenlijk van het centrum. Mij is geboren in Willemskwartier. Van de nachtburgemeester. Sommige mensen zet ik in maan, ik krijg een spel. Ja. Ja, zoenen. Ja. Een groot applaus. Ferry. De jongste die zich nu helemaal inzet voor de wijk. Een groot applaus. Voor Dirk Jan Burgerzijn. Hij organiseert ook heel veel voor de wijk en doet het met hart en ziel. Dus hij krijgt ook een speldje van de nachtburgemeester. Een burgerspeldje. Misschien is het ook leuk dat Joop nog iets over de wijk vertelt. Omdat hij veel meer van de wijk weet dan ik. Ik woon namelijk in Oost. Ja, nou ja, wat moet ik van de wijk zeggen? Ik heb er gewoond op mijn 25e. En het Willemskwartier zal altijd, en dat zal voor iedereen gelden, als je er eenmaal geboren bent, je hebt er gewoond, dan, het is net een magneet, je gaat automatisch weer terug. En het blijft toch altijd de wijk zoals je je herinnert. Daarom vind ik het leuk dat dit ook elk jaar georganiseerd wordt en dat je elke keer toch weer nieuwe mensen erbij ziet. Dank u wel. Door een hele fijne middag en een fijne avond en een leuke nacht.